Goedemorgen iedereen. Wel, het is nog vroeg. Ik zit hier met mijn kopje koffie. Ik ben net uit bed. En wij gaan dus samen die twee bladzijden lezen van ons boek Derrière la haine. Fijn dat jullie erbij zijn. Fijn dat jullie blijven lezen. Uh, we zijn nog met minimum tien. Ik denk zelfs dat we eerder met dertig zijn die lezen. Dus we gaan door. Hein? Heel, heel goed. Uh, we hebben pagina 56 en 57. Ja, en dus die twee koppels waren dus samen... Um, op een zondagavond, denk ik, uh, nadat ze bij de familie waren geweest. En uh, dus, ik denk dat, dat, er toch wel, dat ze een beetje ruzie hadden gemaakt, denk ja. ik. Maar dus, onze eerste zin. Ça n'a pas l'air plus détendu chez vous. Fie, remarquez t en, en chuchotant. Uh, ça n'a pas l'air. Avoir l'air, dat is een belangrijke uitdrukking. En dat betekent eruitzien. Het ziet er niet meer ontspannen bij jullie uit. Uh, Fire Marquet maakte Tiffin de opmerking en chuchotant al fluisterend. He, dus ze zegt, mmm, bij jullie gaat het blijkbaar ook niet. Ne m'en parle pas, soupira Laetitia, sans cacher son irritation. Dus ne m'en parle pas, spreek er niet over. En die me is natuurlijk tegen mij. Ik zeg, spreek er niet over. Zuchtte Laetitia zonder haar irritatie te cacher, verstoppen. Puis en direction de la terras, en dan in de richting van de terras, David, si tu veux du vin rouge, démerde-toi, moi je ne trouve pas le tire-bouchon. David, als je rode wijn wil, démerde-toi is niet echt een mooi zinnetje, maar dat betekent dus trek je plan. Ik, ik vind de kurkentrekker niet. Bouchon is kurk, stop. En tier is trekken. Oké, okay, dus ze vindt de kurkentrekker niet. Dans pas agacé, David pénétra dans la cuisine et chercha l'objet. Dus letterlijk staat daar met een geïrriteerde pas. Dat wil je zeggen, je hoort hem aankomen en je hoort dat hij niet blij is. Hè? Met een geïrriteerde pas. Pénétrer betekent dus binnengaan, binnenkomen. Kwam David in de keuken binnen en chercha, zocht het object. Sans plus de succes. Zonder meer succes ja, dan zijn vrouw. Tu paries que Milo encore jouait avec? Tu paries, uh, wed je, maar ik denk in Nederlands gaan we gewoon zeggen: wedden dat Milo er nog mee gespeeld heeft? Pas de paniek, intervint Tiffènes, geen paniek. Uh, en intervenir betekent ergens tussenkomen. Kwam Tiffijn tussen? Passant la tête par la fenêtre de la cuisine, qui donnait sur la terrasse, elle interpella son mari. Dus, haar hoofd passerend door het raam van de keuken. Ja, in Nederlands ga je dat zo niet zeggen. Hè? Je zou zeggen: uh, ja, terwijl ze haar hoofd door het raam van de keuken stak. Maar in het Frans is dat passeren, het hoofd passeren door de traan van de keuken, dat afgaf op het terras, doneren is um, afgeven op, nee, hoe zeg je dat in het Nederlands? Geeft uit op het terras, sorry, sorry. elle interpella son mari. Dus um, interpellé wil zeggen uh, de aandacht trekken of iemand aanspreken, sprak ze haar man aan. Ja interpellé, hein? Sylvain, tu veux bien aller chercher notre tire-bouchon à la maison. Sylvain, wil je wel euh, gaan halen onze curcetrekker à la maison, à la maison, thuis? Pourquoi tu ne vas pas toi-même? Waarom ga je er niet naartoe? Waarom je zelf niet? Amai, die zijn Sylvain. Sylvain se leva de mauvaise grâce. Donc um, Sylvain se leva, stond op. De mauvaise grâce, je veux dire, te te met tegenzin. Fouragea dans les poches de sa veste, en sortit ses clés et se dirigea vers le hall d'entrée. Donc, fourrager betekent, il so, zocht ja, in zijn zak, il hein, he tastait in zijn zak, in zijn zakken, van zijn jas. En sortir nam eruit, de sleutels, en se dirige ging in de richting van de uh, inkomhal. A son passage les deux femmes échangèrent un regard complice et réprobateur. Dus bij zijn bij het voorbijgaan, als hij voorbij ging, um, échanger, uitwisselen, dus de twee vrouwen wisselden uit, wat wisselden ze uit? Ja, een, verstand, een verstandelijke blik en een afkeurende blik. Reprobateur, afkeurend, hè, omdat het tegen zijn zin gaat. Ensuite, elles apportèrent le rest de le reste de l'apéritif sur la terras. Vervolgens brachten ze de rest van het aperitief op het terras. Lorsque Sylvain fut de retour, David déboucha la bouteille de vin. Toen Sylvain terug was, ja, en fu je weet het nog, het komt van Être, dus was, dus ontstopte David de fles wijn. Ja, dépouché, ontstoppen, maar wij gaan niet zeggen ontstoppen, maar hij trok de fles af, remplit son verre ainsi que celui de typhaine, vulde zijn glas als ook dat van typhaine, ils trinquèrent, trinquer trinque, beteekent toasten, hein, toasten je glas, et dan toasten ze, Laetitia avec un pastis, et Sylvain avec un porto. Dus Laetitia mette un pastis, et Sylvain mette un porto. Alors seulement l'ambiance se détendit. Euh, dan alleen maar, alleen maar op dat moment, alleen maar vanaf dan, dus de sphère se détendit, werd dus se détendre betekent ontspannen. Dus we gaan zeggen de sfeer werd een beetje ontspannender, een beetje koeler. Et l'on échangea quelques propos badin en oubliant ses griefs. En mun ja, men, dat wil zeggen eigenlijk ze. en mun wisselde uit wat enkele ja, de propos badin dat je een beetje zeggen ja, een beetje stomme praat, Eh en oubliant, al vergeten, toen to, to, to ze vergaten, of om te vergeten hun klachten. De gref, dat zijn klachten. En dus ze, waren, ze deden een beetje onnozel en zo vergaten ze hun klachten of hun, ja, hun, 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 hun irritatie, kunnen we ook zeggen. Où sont les garçons? Sankt Soudain Laetitia. Uh, en réalisant qu'ils n'avaient pas été interrompus depuis bien longtemps. Waar zijn de jongens? Euh, oui, sans qui? Ja, vroeg, maar je kan, het werkwoord vragen. Je kan even goed demander euh, leren. Dat dit, je moet dit niet kennen. Hè. Dus vroeg plotseling Laetitia. En hè, toen ze realiseerde dat ze niet interrompu, onderbroken waren geweest, à sinds al wel lang. Hein? Sinds lang. Dus ineens dacht ze... hm, waar zijn de kinderen? Là-bas, dans le fond du jardin. Daar, op het einde van de tuin. Tiffen lorgna dans la direction, par son. Dus Tiffen Lorgna, dat wil zeggen, ja, ze keek ja, heel heel um, heel 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 ik dat zeggen, um, heel nauwkeurig, heel gericht. heel 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 gericht. heel ze keek heel gericht in de richting aangeduid door haar, ik denk haar vriendin, de richting aangeduid door haar, ah, son was dat wat er stond? Ja, par son door haar man. Les enfants s'activaient à, à côté de la haie qui séparait leurs deux jardins. De kinderen s'activaient, waren druk bezig naast de haag die hun twee tuinen séparait. euh Qu'est-ce qu'il fabrique? Il a fabriqué, mais qu'est-ce qui est Un passage secret déclara David. Un geheime doorgang. Euh, um, ya, ja, David. Verklaarde David, mais ici c'est dit David. Hier soir, Milo m'a dit qu'il voulait aménager une ouverture dans la haie Pour passer directement d'un jardin à l'autre. Gisteravond heeft Milo me gezegd dat ze wilden aménager, ja, aanleggen, kunnen we hier zeggen, maken, een opening in De Haag om, te passeren, om onmiddellijk te passeren van de ene tuin in de andere. Ma e se plenir Laetitia. Mijn haag kloeg Laetitia. Ja, en dat komt van se plaindre, klagen. Dat kan je wel noteren, hè, se plaindre. Dus mijn haag kloeg Laetitia. Ta ja, e, e, c'est la ja, notre autant que la ja, vôtre ja, plaisantatifène. Jouw haag, jouw haag, maar het is de onze evenveel als, ah, als die van jullie um, plaisant. Tiffaine. Leur verre à la main, les quatre adultes traversèrent le jardin pour constater l'avancement des travaux. Hun glas in de hand, traversèrent, dus oversteken, staken de vier volwassenen de tuin over, ja oversteken, misschien ja er helemaal doorlopen, om de vooruitgang van de werken te constateren. Dus ze gingen kijken wat die jongens daar aan het doen waren. Parvenu à la hauteur des garçons, chacun y alla de sa petite réflexion. Dus parvenu, aangekomen op de hoogte van de jongens, elk ging, ja, ging ermee. Elk, ja, hier kunnen we eigenlijk zeggen, gaf, maar die constructie moet je niet kennen. Dus elk gaf zijn kleine bedenking. C'est peut-être pas l'endroit le plus indiqué pour faire un trou dans la haie. Het is misschien niet de meest aangewezen plaats om een gat te maken in de Au contraire, in s'ils veulent absolument bousiller la haie, autant que ce soit dans le fond, là où on ne la voit pas trop. Als ze absoluut willen De Haag bozié. Bozié wil zeggen kapot maken, naar de vaantjes helpen. is eigenlijk nog beter boziier naar de vaantjes helpen. Uh, Even goed dat het op het einde is. Ja, dat betekent op het einde van de tuin. Daar waar men het, dus het gat, ah, of de haag. Niet zoveel ziet. Oké? Okay? Dus beter achter aan de tuin. A ce rythme-là, vous n'aurez pas fini avant l'hiver. Aan dat ritme, um, vous n'aurez, zullen jullie niet klaar zijn voor de winter. Ja, en dus je ziet in het Frans, dat je avoir fini. Gedaan, euh, gedaan hebben. Klaar zijn, hè, dus hangt er vanaf um, welk werkwoord je gebruikt, maar ik heb dus gezegd: klaar, en dan is het zijn. Zullen jullie niet klaar zijn voor de winter? Si, regarde, exclama Maxime. Jawel, kijk, riep Maxime uit: on peut déjà passer, we kunnen al passeren, we kunnen er al door. Et pour prouver, ces dire, il s'engouffra dans leur renfoncement. Que Milo en lui hadden déjà dégagé. En om zijn zeggen te bewijzen, bij gouffre, dat wil zeggen je erin wringen, wrong hij zich in de renfoncement, ja, dat is zo ergens al een, iets, ja, dat kan wel op een gat lijken, maar het is nog niet echt een gat. Hè, het begin van een gat, een inkeping zouden we kunnen zeggen. Uh, dus vrong hij zich in de inkeping die Milo en hij al hadden dégagé vrijgemaakt. Puis il se tortilla dans tous les sens en forçant un passage de toute évidence encore trop étroit. Dan, ja, en dat is weer, ja, um, vrong hij zich in alle richtingen. Ja, dus s'engouffrer et tortiller, dat moet je, se tortiller. Moet je niet echt kennen. Um, al forcerend een, een weg, hè? zo forceerde hij een passage of een weg uh, die de toute evidence ja, duidelijk nog te smal was. Trop, étroit, te smal, encore, nog, nog, te smal, te smal was. Oké? Okay? Arrête, Maxime, s'écria Tifaine. Hein. Stop, Maxime, schreeuwde Tifaine. Tu vas abîmer la haie de Laetitia. Je vais de la haie de Laetitia abîmer. Euh... Ja, abîmer betekent beschadigen. C'est ta haie autant que la mienne, brocarda celle-ci en imitant son amie. Euh, het is jouw haie, evenveel als de mijne. Um... Ja, brocardé, c'est eigenlijk. Zouden we kunnen zeggen, beledigen of, of ja, dus op een negatieve manier zeggen. Maar je moet dat woord echt niet kennen. Uh, je hoort dat bijna nooit. Dus um, we zullen hier zeggen: Zij, deze, um, haar vriendin imiterend. Ja, want haar vriendin, die andere mevrouw had dat nu net ervoor gezegd. Dus ook jouw hagen. Oké. Okay. Oui, mais c'est ton côté. Ja, maar het is jouw kant. N'empêche, c'est pas bête comme idée. fit remarquer Sylvain, songeur. N'empêche, is zo'n beetje, maar toch. Het is niet stom als idee. Fit remarquer maakte Sylvain de opmerking, songeur, al nadenkend. Oké, okay, jongens, blij als jullie gebleven zijn tot het einde uh, met mij. Uh, dus, zoals ik zei, je moet zeker niet alle woorden kennen. Uh, een aantal woorden om het te kunnen gebruiken, maar er zijn enorm veel synoniemen van zeggen en schreeuwen en, enzovoort, enzovoort. Dus dat moet je niet allemaal kennen, maar hou de moed erin, dit heeft echt effect op lange termijn. Oké, okay, jongens, ik ga mijn koffie verder drinken. Tot heel gauw. Dag.